De gemeenteraad besluit over het koersdocument 2021. Het koersdocument geeft een beeld van de situatie voor de coronacrisis, de impact ervan, de koers van de stad en waar bijsturen nodig is. Het koersdocument geeft een aantal inhoudelijke punten mee waarop extra geïnvesteerd moet worden en waar dat eventueel ten koste van gaat. Het koersdocument stelt 3 investeringsrichtingen voor om de stad er bovenop te helpen. Wonen, lokale economie en cultuur zijn ook voor mijn partij de gebieden waar het college mee aan de slag moet. Laat helder zijn dat ook wij vinden dat de cultuurketens niet moeten omvallen. Maar extra investeren, dat gaat onze stap te ver. Als ik dan goed naar de tekst kijk, dan denk ik, ja, welke koers houden we nu eigenlijk aan? Het college, en dat moet geprezen worden, verschuilt zich niet achter de ontstaande situatie, maar probeert, zo goed en zo kwaad als het kan, duidelijke keuzes te maken in een onzekere tijd. Het college geeft aan graag door te willen gaan met investeren. En daar is de VVD het mee eens. Toch, voorzitter, hebben we enkele kanttekeningen bij dit investeren en daarvoor dienen we graag een motie. Bij het debat over de tweede coronamaatregelenbrief heeft GroenLinks al aangegeven het investeren in het overeind houden van de culturele sector van groot belang te vinden. Stadspartij DNF denkt ook dat op dit moment dit de juiste koers is. Wij willen niet onder de huidige grens van de sociale voorzieningen van onze stad zakken. Dit is wat ons betreft de ondergrens. Eén ding wil ik wel kwijt, en dat is maar één enkel ding. En dat is dat we dus graag nog bij de ingediende moties een aantal suggesties doen. En de belangrijkste daarvan is dat we geen enkel beleidsveld volledig buiten beschouwing willen laten. Wat ons betreft nemen wij dit dus gewoon aan, wat wij nu hier doen. En de begroting zal ons straks leren hoe de wereld er dan uitziet. Want meer kunnen we er nu volgens mij niet over zeggen. De coronapandemie mag ons dan wel hebben overvallen. We hebben nog steeds te maken met de klimaatcrisis en de ecologische crisis. Die voltrekken zich misschien wat geleidelijker, maar zijn minstens zo acuut en worden steeds meer een economische factor van betekenis. De gemeenteraad heeft gestemd. Het voorstel is aangenomen. Er zijn 3 moties aanvaard. Deze vragen aandacht voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente, de kleinere culturele instellingen en de financiële situatie van Nijmegen.